Als ik naar werken kijk, ben ik op zoek naar een werk alsof het niet door iemand gemaakt is. Mijn naam is Chris Brands en ik maak werk, ik maak dingen. En ik geloof dat ik dat doe vanuit een soort innerlijke impuls die de mens heeft om dingen te maken. Ik probeer voor mezelf zo eerlijk mogelijk te zijn in wat ik doe, zo open mogelijk. Het is voor mij ook niet altijd even makkelijk, maar dat mag je dan ook wel weer terugzien in dat werk. Ik heb niet een persoonlijke boodschap die ik zou willen doorgeven. Ik geloof dat het meer een boodschap is die wat mij betreft alomtegenwoordig is en overal gezien kan worden. En wat ik in mijn werk graag zou willen doen is een soort van richtlijnen geven van hoe je naar dingen zou kunnen kijken. En daar heb je helemaal niet per se mijn werk voor nodig. Je zou daar ook bijvoorbeeld de mythologie of de religie of de wetenschap voor kunnen gebruiken. Het is meer een uitnodiging die zegt: er zijn meerdere manieren van hoe je je leven kan leiden. Er zijn meerdere manieren om naar dingen te kijken. Om schoonheid te ervaren en om kunst te ervaren. En dit is een van die mogelijkheden. En als dat voor jou werkt, dan is dat heel goed. En zo niet, dan is er niks aan de hand.